Welkom bij Expeditie Lodewijk. Wij gaan in deze mooie zaal een reis maken. Met onze ogen en met onze oren en met onze eigen stem. In Duitsland leefde 200 jaar geleden een jongen die Lodewijk heette. En Lodewijk was een bijzondere jongen. Wat vond je nou het allerleukste aan het concert? Nou, dat ineens alle muzikanten ineens op het podium kwamen. En ook dat iedereen samen, dat vond ik eigenlijk heel mooi klinken. Dit was niet alleen een concert, het was ook eigenlijk een heel leuk verhaaltje wat die meneer vertelde. Dus dat was wel heel leuk gedaan. Dus Lodewijk oefende dag en nacht en op een dag kende hij alle liedjes uit zijn hoofd. Toen dacht hij, ik ga nieuwe liedjes maken. Die verzin ik zelf, ik schrijf ze op. Dan kunnen al mijn vriendjes met mij meespelen en dan hebben we nieuwe liedjes. Eén zo'n liedje is bijvoorbeeld de Vijfde Symfonie. Wat vond je het leukste aan het concert? Het muziek. En dat ze Beethoven 5 spelen. Dat ze het liedje Beethoven 5 gingen zingen. Jullie kennen ook een liedje volgens mij. Ik heb namelijk hele mooie filmpjes gezien van jongens en meisjes uit Utrecht die het lied van Lodewijk oefenen. Misschien moeten we even kijken hoe dat hier klinkt. Ik vond het meezingen erg leuk. Dat je mee kon doen met het concert zelf. Dat de kinderen ook mee mochten doen en zingen. Voor zang en strijkers, blazers, slagwerk, piano, schreef hij wel wilde noten. Mijn favoriet is Beethoven 5. Wel heel leuk, want ik zing ook heel erg vaak en ik treed dan ook op. Ik vind zingen heel leuk om te doen, dus ik vond het gewoon heel leuk. Ik vond het niet leuk, ik vond het superleuk. We zijn bij het laatste stukje aangekomen, dat is even moeilijk. Maar ik heb een ezelsbruggetje verzonnen. Omdat we het hebben over Beethoven 5, moet je gewoon 2 keer tot 5 tellen. Komt het helemaal goed? Ik vond het wel best wel grappig, want hoe die middelste man de hele tijd ging doen. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed. Het licht kan uit. Iedereen wordt heel stil. Nee, oh nee, nog 1 vraag, sorry. Nee, luister, we kunnen niet beginnen. Bij ieder concert komt er een meneer of een mevrouw uit die deur en die komt er hier naartoe en die doet zo en die draait zich om en die zegt 1, 2, 3, beginnen. Ja, zie je wel. Maar ik zie helemaal geen mevrouw of meneer. Die dirigent is eigenlijk de baas. Wie is er bij jullie de baas dan? Wij zijn allemaal de baas. Ah. Wij hebben geen meester of juf. Ik vond het wel heel knap. De meeste mensen gaan altijd staan als ze het super knap vonden. Dat deed ik bijna de hele tijd. Ik vond het echt heel... heel vet. Hadden jullie ook een lievelingsinstrument dat vandaag speelde? Ja, viool. Klarinet. Viool. Vooral de hoge violen, dat geeft zo'n mooie sfeer erbij. Cello, want ik speel zelf cello. Ik denk dat ik de trompet wel erg leuk vond. Die vond ik ook best leuk, die met de... Ik vond alle instrumenten wel leuk. De drum. Hoe speelden ze dat dan? Zij is zo goed. En ook een beetje zo. Laat met ons nu zien. Zing met ons mee. Zing met ons mee. Zing met ons. Komt-ie! Tot de volgende keer. Jullie hebben fantastisch gezongen. Dag allemaal!